Welkom bij Op de Koffie Bij. Vandaag ga ik op bezoek bij de politiehondentrainers. Ik ben benieuwd wat ik daar tegenkom. Ik mag in een pak en het lijkt me heel spannend. Ze zeggen dat je het wel voelt, dus ik ben benieuwd. Maar ik ga eens kijken wat ze hier allemaal doen. Hallo! Hi! Hi, hondje! Oh, schattig hondje! Hallo! Jij bent politiehondentrainer? Ja. Is dat jouw werk? Nee hoor, dat is puur hobby. Hobby? Hobby, ja. Oké, en hoe vaak per week doe je dat dan? Wij trainen 3 tot 4 keer per week op het terrein. En op het moment dat de hond bijna klaar is om een examen te doen, dan trainen we zelfs nog meer. En dat loopt op tot 5 keer, 6 keer, 7 keer in de week. Ja. Dus dan woon je hier bijna? Dan wonen we hier bijna, ja. Maar dan trainen we ook op andere terreinen. Ongeveer 80% van de honden die vinden hun werk na de opleiding bij de politie of bij Defensie. Hè. De luchtmacht heeft ook nog hondenbewaking. Of ze gaan naar het buitenland. Onze honden die zijn van hoge kwaliteit. Qua moed, qua appel, hè, dus gehoorzaamheid. Dan kan ik me voorstellen, die honden die wonen gewoon bij je thuis, hè? Ja. Dat lijkt me heel erg als je dan zo intensief met een hond gewerkt hebt. Hij hoort gewoon bij je en dan gaat hij ineens weg. Ja, dat is heel vervelend. Zeker de eerste keer als je daarmee moet maken, dan vloeien er wel wat traantjes. Ja. Ook bij het huisgezin. Hè? Ja. Dus de gezinsleden die maken die honden van pups af aan mee. En zeker als je kinderen hebt die daarmee opgroeien, is dat lastig. Wat voor ras is het eigenlijk? Wat zijn nou goede politiehonden? De meeste honden zijn Mechelse herders. Mm-hmm. Die zitten hoog in de drift, zijn goed controleerbaar. Wat is dat, drift? Werklust. En er zijn 2 dingen die belangrijk zijn voor een hond. Eén is werklust en de ander is buitdrift of apporteerdrift. Honden die heel graag met een balletje spelen, dus die heel graag... Mm-hmm. Achter iets aanrennen en weer bij de baas brengen. Dat noemen wij apporteren. Zijn ze agressief? Je hebt een ochtendtraining zo net met ons meegemaakt. Yeah. En je hebt kunnen zien dat honden agressief zijn, maar dat agressie schakelbaar is. Mm-hmm. Dat betekent dus dat je een hond moet kunnen schakelen tussen 100% sociaal gedrag naar een zekere mate van agressie. Want op het moment dat de hond ingezet wordt op een dader, dan moet hij ook wel die dader aanvallen en dat ook met de nodige agressie doen. Die hond, hè, die springt op een gegeven moment, zie ik ook bij iemand achter in de rug. Ja. Wat weegt zo'n hond? Hond weegt zeg maar, tussen de 25 en de 40 kilo. Teefjes zijn wat kleiner, die wegen wat minder. Maar als je een forse reu hebt, dan weegt je vlot 40 kilo. Komt bij een pak. Het pak weegt ook ongeveer 25 kilo. Dus je hebt heel wat gewicht aan je lijf hangen. Dan moet je met dat gewicht moet je ook nog hard lopen. Dus het is een arbeidsintensieve sport. Goeie sport. Ja, klopt. Je moet er een goede conditie voor hebben, denk ik. Zeker weten, ja. Maar ik zag dat diegene die dan die hond in zijn nek krijgt, die blijft gewoon staan. Maar ik kan me voorstellen dat als er zo'n boef komt en hij komt erachteraan, dan val je toch om, of niet? Als je daar geen ervaring hebt, de eerste keer ga je vaak
ter aarde. Honden hebben slagtanden, heb je gezien. Mm-hmm. Die gaan door het vlees heen en dan gaan ze schudden en trekken. En dan trekken ze echt stukken eruit. Dus echt, echt? Vreselijke wonden. Dus ja. Hij blijft echt wel staan? Hij blijft echt wel staan. Als je, er zijn wel eens, je hoort van die verhalen van als ik aangevallen word, dan zal ik wel eens dit en dat. Dus, ja. Maar in de praktijk gebeurt er helemaal niks meer. Hè. Je, kunt je bent echt uitgeschakeld als de hond immer goed aanvalt. Ja. Ja, dus vandaar ook het pak. Vandaar ook waar is dat pak van gemaakt? We hebben twee pakken over elkaar heen. Een onderpak, dus van leer gemaakt. Dik leer om te voorkomen dat de tanden door kunnen dringen. Maar dat leer is te glad om voor de hond om zich vast te bijten. Dus we hebben ook altijd daaroverheen een jutepak. Dus van jute gemaakt. En daar kan de hond, ja, zoals kan die lekker in vast vastbijten. Ja, klopt. Okay. Ja. En dus van jongs af aan zit het er eigenlijk in. Ja. En waarom dan politiehonden? Want er zijn ook andere hondentrainingsclubs, toch? Er zijn ook andere trainingshonden. Je kunt ook gewoon gehoorzaamheid doen. Of je kunt fly-fly doen. Of spelletjes met een bal. Ik ben bij honden terechtgekomen omdat ik heel veel interesse had in honden. En bij mijn vader werkte een collega die bij een hondenvereniging was. En daar ben ik toen met mijn eerste hondje keer gaan kijken. Mm-hmm. En daar zag ik eigenlijk wel zitten. Dus toen ben ik blijven hangen eigenlijk. Ja. En ik doe dat dus volgend jaar al 40 jaar. Oké. Ja. Zo, dat blijft bijna zo staan. Oh, dat weegt. Ik weet niet of ik dadelijk nog kan lopen. Nee, hoeft niet te lopen. Nee. Oh, ik mag blijven staan. Ik mag blijven staan. Die hond die loopt. Jeetje. Nou. Ik vind het wel spannend, hoor. Ik gebeurt niet. Nee. Je voelt het wel, maar... Oké. Okay. Ik kan morgen wel gewoon naar het werk. Je kunt nu dat ze niet denken dat ik mishandeld word thuis. Nou, je kunt wel vol trots je blauwe plekken laten zien. Kan beter. Ja. Hoe voel je jezelf? Nou, een held. Een held op sokken. Ik ga het wel doen, maar ik vind het wel heel spannend. Maar ik weet niet of ik er mooi uitzie zo. En ik hoor via mijn andere oortje waar hij aan het bespreken is daar. Ja. En ja, hij roept allemaal van, we hebben de hond nodig met de scherpste tanden. Oh ja. Ja, ik heb al gevraagd of die een hond heeft met een kunstgebit of een hond zonder tanden. Maar nee, die hadden ze niet. Nou ja, succes. Ja, dank je. Het was leuk om je te leren kennen. Dank je wel. Ik denk dat dit dan de laatste aflevering van Op de Koffie wordt. Dus geniet er nog even van. Dadelijk hebben ze een chihuahua of een tackle. Kill in the tack. Ja, stomme ouwe. Ik denk dat ik blauwe plekken heb. Nee, ik genoeg zo. Ik vind het genoeg zo.
Frank, ik wil jou bedanken voor deze fantastische ervaring. Dat is graag gedaan. Ja, ik kan me voorstellen. De cameraman vond het ook ontzettend leuk. Ja. Maar ja, jullie doen wel heel goed werk. En die politiehonden, ja, ik ben bang dat ik geen inbreker ga worden, want een hond wil ik niet tegenkomen. Dat is voldoende. Preventie is het belangrijkste wat er is. Goed, okay. Bedankt. Graag gedaan. En veel succes verder. Graag gedaan en dankjewel. Doet het pijn? Ja, nee, nou niet. Maar als je eraan komt wel. Ik voel hem wel. Ja, dit pijn, ja. Ja, daar zit hij. Ja, daar. Kun je hem zien?